Wat is Oh nee, Pocket Train is er niet. Iets is van Pocket Lanes en Tiny Tower, hè? Ja, zelfde maker. Oh. Erg, hè? Dat was de meest zinloze tijdsbesteding die ik ooit in een game heb gehad. Het is geen game en het zeikt de hele tijd zo van... Besteed aandacht aan me! Besteed aandacht aan me! Ja. Daar komt een grap over zijn ex-vriendin. Nee, 1, 2... Game Bites. Game Bites. Video Game Bites. Games, I love you so. Daarom maken wij deze show. We praten graag over games. Welkom bij Game Bites. Welkom bij Game Bites aflevering 251, opgenomen op 26 september 2013. Ik ben Nair Vogelaar, aan de andere kant zitten mijn vaste medepodcasters. Allereerst Harry Hol. Hallo. En even voor de duidelijkheid hebben het ook de schrijver, zanger, producer van de nieuwe intro tune voor Game Bites. Ook de oude trouwens, maar... Mocht mensen gaan afvragen, wie doet dat toch? Dat is Harry. Ja, sorry. Kunnen we niks aan doen. Ja. En Bastiaan Vroegroep. Ja, hoi. Deze week schuift aan jullie, misschien wel bekend nog van de vorige format, Juan van Sochel. Hallo. Kan ik jou introduceren als Japanoloog? Ja, dat mag wel. Dat staat elders ook al eens over jou. Maar we gaan het straks onder andere hebben over het overlijden van Hiroshi Yamauchi. Een naam die velen waarschijnlijk niet bekend zou klinken, maar eigenlijk wel zou moeten, denk ik. Lijkt me ook wel, ja. Ja, en dan spreek ik eigenlijk ook over mezelf, dat ik hem eigenlijk niet kende. Maar dat gaan we straks allemaal rechtzetten. Ik ken hem inmiddels wel en... Daarom heb ik ook jou uitgenodigd om verder over te praten. Dat is ultiem triest. Dat, bedoel, de naam zelf zei mij ook heel weinig. En dat ik pas echt gewoon besefte wie dat was toen hij doodging. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja. Echt waar? Oh, dat verbaast mij ook wel een beetje. Maar ik heb het boek Game Over gelezen. Wat een soort standaardwerk is over de geschiedenis van Nintendo. En daar komt hij uiteraard uitgebreid in voor. Nou ja, waarom je waarom Juan en Agi dan verbaasd zijn, dat hoor je allemaal zo. Laten we actueel beginnen, want vandaag eigenlijk komt Shadow Warrior uit. En ik heb hem alvast gespeeld, een paar uurtjes. Dat is dus een remake eigenlijk van het oude Shadow Warrior. Met hoofdpersoon Lo Wang, die met zijn zwaard en met zijn guns een hele hoop vijanden, gewoon mensen, maar vooral monsters, moet neerhakken. Ik had er totaal geen verwachting van. Zo'n HD remake van een oude shooter werkt dat wel. Maar het is een hele leuke game. En het is vooral heel veel vijanden neerhakken en neerschieten. Met heel veel humor en met een enorme snelheid. Het is niet, je zal nooit een vijand tegenkomen die achter een muurtje staat en omhoog komt en weer naar beneden gaat. Het zijn telkens in ruimtes waar je allemaal vijanden tegenkomt en die in elkaar moet hakken en schieten. En ik moest gewoon lachen om de humor. Dat heb je niet vaak in shooters meer. Dus ik vond het wel een leuke verrassing. Maar is dit nou die game van... Dit is van 3D Realms, toch? Van Duke Nukem? Ja, ja. Dus hoe vergelijkt het daar nou mee dan? Nou, ik heb heel lang zitten twijfelen. Heb ik nou de oude versie gespeeld of niet? Volgens mij wel. Ooit kort, toen de tijd, zeg maar, volgens mij dat wel eens eerder verteld. Toen wist ik nog niet beter. Maar de tijd dat ik via Twilight CD's games speelde. Volgens mij heb ik die ooit wel eens gespeeld. Maar ik kan nog niet zeggen dat ik er herinneringen aan over heb gehouden. Dus ik kan het totaal niet vergelijken. Harry, jij hebt ook een versie gespeeld. Kan jij dat wel? Nou ja, ik heb de oorspronkelijke Shadow Warrior gespeeld toen hij uitkwam. Ik zat letterlijk, want ik was een ontzettende fan van Duke Nukem. En Duke Nukem is, ja, Duke Nukem 3D dan. De eerste 3D shooter van 3D Realms. Was ik helemaal weg van, zoals iedereen op dat moment. En ongeveer een jaar later kwam Shadow Warrior zou uitkomen. En ik zat letterlijk in de IRC chatroom van 3D Realms te wachten. Nice. Totdat het bestand vrij zou worden gegeven ter download op hun server. Zodat ik met mijn 56K6 modempje dat bestand van in ongeveer 12 uur kon gaan downloaden. Wat dus voor mij, nou ja, dat is echt zo'n
PC-game-hype moment. En dat was toen Shareware. Dus de eerste episode was gratis. En dan moest je betalen om de volgende episodes vrij te spelen. En ik heb hem toen gedownload. En ik heb hem toen gekocht. En ik vond hem verschrikkelijk tegenvallen. Want het was in alles eigenlijk een opvolger van Duke Nukem. En de eerste episode was hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment werd het echt hele saaie omgevingen waar je niks anders deed dan dezelfde demonen in stukken hakken. Ja. En dat verloor zijn charme. Dat was het leuke multiplayer, heb ik ook nog gedaan met een vriend van mij. Twee PC's met een kabeltje aan elkaar gekoppeld. Echt gesleept naar mekaars studentenkamer toe, omdat we gaan spelen. Daar op zich lol mee gehad. Sticky Bomb Like You. Dat is echt een van mijn van die momenten in de spel. Geen grote herinneringen van het spel. Want het was echt Duke Nukem 3D kwam net uit voor de grote polygone revolutie. En Shadow Warrior net daarna. En kwam ontzettend gedateerd over. En ik heb de remake, heb ik een beta van gespeeld. Heb ik ook een preview van geschreven voor Gamer. En het grootste probleem wat ik had met het spel was dat het heel erg oldschool was met backtracking en met verdwalen. En hoewel ik het leuk vond wat je zegt, dat je veel vijanden in elkaar moest hakken en dat dat wel een soort humor heeft. Maar dan had ik dus een kamer leeg geruimd en dan was ik letterlijk 3-4 minuten aan het zoeken naar waar ik heen moest om het volgende stukje lol te beleven. En dan heb ik het over de moderne. En ik was benieuwd of jij dat ook had, Erwin. Ja, ik had dus jouw preview gelezen. Zag ik dus dat je dat probleem had. Maar ik zat telkens te zoeken van, hoe kan dit nou verdwalen? Ik snapte het niet. Had jouw versie wel oplichtende gele deuren waar je heen moest? Ja, maar die waren redelijk subtiel. En ik had echt pas na een uur door dat het überhaupt oplichtte. En als je goed kijkt, dan zie je op zich dat ze wel signalen in de omgeving zetten. Ook dat er spotlights soms letterlijk staan op de volgende plek waar je naartoe moet. Maar ik weet niet of dat te subtiel was of dat er gewoon ook... wat ik ook in de preview geschreven heb, er zijn momenten, dan moet je je speciale chi-krachten gebruiken om een voorwerp kapot te slaan. En dan gaat er pas een zegel open, zodat je verder kan naar het volgende stuk. Ja. En die magische voorwerpen, die staan soms aan het begin van het level, die zijn niet opvallend dan, want die geven dan nog geen licht. Dus dan loop je straal voorbij. En vervolgens... Ja. Klopt. Weet je wel, en dat soort... zit irritant, ja. Ja, en ik had het ook in bamboe. Er waren van die bamboebosjes als tussenstukjes. En ik had echt het gevoel, de enige reden dat hij erin zit om het spel langer te doen lijken. Want je loopt daar, je dwaalt daar. En als je één keer verkeerd rechts afslaat, dan blijf je rondjes lopen. En ik had heel veel van dat soort momenten die voor mij echt de vaart eruit haalden. Terwijl er... De eerste boss fight, zo'n soort mini-boss, vond ik echt geweldig. Echt zo'n ouderwetse Duke Nukem-achtige boss. Een groot, lumbering, dangerous thing. Dat op je af gaat en dingen afvuurt. Terwijl er allemaal minions om omheen dansen. Nou ja, dat vond ik een leuk moment. Maar ik vraag me wel af of het dan niet meer is dat je het nu niet meer gewend bent. Om gewoon echt op onderzoek uit te moeten gaan. En terug te moeten lopen. En goed moet kijken. En moet uitpluizen. In plaats van dat het constant in een achtbaanrit doorgaat. Ik snap dat je dat zegt en ik heb erover nagedacht of dat misschien zo is. En ik kan me voorstellen dat als je echt een soort van nostalgiegevoel hebt voor dat soort game design, dat er misschien nog wel lol uit te halen is. Maar ik heb meer het gevoel van, ik heb daar geen tijd meer voor. Ik wil graag dat het spel mij genoeg stuurt of de illusie geeft van vrijheid en... Niet dat ik de hele tijd, dat ik op een gegeven moment echt gewoon merk van, ja, waar is nou lol? En dat had ik echt te vaak met Shadow Warrior. Oké. Het ik klinkt had wel... echt, ik heb het zelf niet gespeeld, maar als ik jullie zo hard praat, klinkt het echt gewoon als een soort van framework voor een super ouderwetse, super gewelddadige jaren 90 shooter. Ja. Want het is al, je hebt een grote kaart, je weet niet waar je heen moet. De enige lol zit in hele specifieke kamers en het geweld is lachen. En de humor is lachen. En de actie is ook gewoon goed. Hoe je met zwaard en nieuwe moves. Je kan alles upgraden, je wapens en je zwaard. En dan speel je telkens nieuwe moves vrij. En dat is heel fun. Maar ik heb dan nu 2 uur, 1,5 uur gespeeld. Maar ik had nu al wel het idee van het wordt wel erg herhaaldelijk. Wat Harry net ook al zei. Telkens weer diezelfde monsters in soortgelijke kamers neerhakken. En dat, het heeft ook geen multiplayer. Ik bedoel, Harry had het net over multiplayer, maar deze versie heeft geen multiplayer.
Het is dan een hele lange singleplayer campaign dat heel erg uitgerekt voelt wel. Maar het is wel... Je moet er maar van houden, denk ik wel. Ik had wel één punt dat ik dacht... Van, ik zat echt te zoeken van... Oké, hoe is Harry hier verdwaald? En ik had een punt, toen dacht ik van... Oh ja, nee, nu snap ik het. Want ik dacht, ik moet in de auto stappen. En ik moet naar een ander deel. Maar ik kon me niet in die auto stappen. Dus ik ga rondzoeken, het huis, en naar boven, weer naar beneden, en weer naar boven. En ik zag het maar niet. En daar zat een stuk in de fik, kon niet langs. En alles maar een beetje in kapot hakken. Wie weet gebeurt er wat. Ja. En toen ging ik maar de weg op. Ja, als ik niet met de auto ga, dan ga ik wel lopen. En dat was een heel lang stuk weg. Dus ik lopen. Ik dacht, dat kan niet de bedoeling zijn. Dan ga je zelf twijfelen. Ja, precies. Nou, exact. Dus is dit het nou? En dan lopen. Maar op een gegeven moment hangt er dus gewoon... Nou, Looney Tunes stijl, zeg maar, Roadrunner, hangt er zo'n kleed over... Of langs de weg, zeg maar, waar de weg verder op geschilderd staat. Echt met verf, met gaten in het doek, zeg maar, dat je ziet dat het een doek is. En daar mag je dan niet verder langs. En toen dacht ik wel van, oké, ik ben iets te ver gegaan. En dan weer helemaal teruglopen. Dat doek heb ik dus niet gezien, dat vind ik dan weer een leuke touch. Maar dat is het precies wat je nou omschrijft, is wat ik dus heel vaak had bij het spelen. Ja, maar het punt was... Je komt wel in de auto, maar de deur zit aan de andere kant in Japan of in China of waar het ook zit. Dan rijden ze met het stuur aan de andere kant. Dus ik kon gewoon in de auto stappen. Maar ja, aan de andere kant lichtte de deur dus geel op. Ik vermoed trouwens dat die gele deuren overal net wat helderder zijn dan de jouw versie of zo. Want hier zijn ze echt knalgeel en gaan ze heen en weer pulseren. Nou, dat is mij niet. Er was echt een redelijk subtiele glow effect. Dan was het misschien gewoon een veelgehoorde klacht van de beta. Van nee, we weten niet hoe verder moeten. Dus. Ja, dat is het nadeel van een beta spelen. Ik heb ook veel glitches binnen tegengekomen. Dat ik op een gegeven moment echt op de daken kon springen. Plekken waar ik niet moest komen. En echt een verkeerde route nam. En plotseling hoorde ik opeens allemaal stemmen praten. En bleek ik een event getriggerd te hebben. Die helemaal niet had moeten gebeuren. Dat kan ik het spel niet kwalijk nemen verderop in de beta versie. Maar er waren zoveel van die momenten dat je niet echt een afbakening merkt. Dat je denkt, kan dit nog wel goed komen? Dus ik ben heel benieuwd of het de echte versie net zo glitchgevoelig is. Nou ja, dan moet je hem spelen. ik kan de oude en de nieuwe niet vergelijken natuurlijk. Maar nee. Ik heb hem wel vermaakt. Maar ik twijfel of ik ver door zou spelen. Maar hij is in ieder geval te koop nu. Wat kost die? Ja, dat... Ik wou net niet zeggen, het is een vrij dure game. Want dat lees ik al voor dat die $40 is. Maar ik weet het even niet hoeveel die in euro is. $40? $40. Wauw. Ja, is best duur voor zo'n spel. Ja, dus het is wel echt eentje die je in een sale moet halen, denk ik. Als het naar €15 was geweest, had ik zoiets gehad van... Nou ja, als je echt nostalgische gevoelens hebt voor een spel wat nooit echt aangeslagen is... Dan moet je het vooral doen, maar... $40. Wauw, ja. Is die game echt nooit aangeslagen of was dat bij jou vooral? Nou, ik had natuurlijk mijn herinnering en die is nooit 100% betrouwbaar. Vooral niet in halverwege jaren 90, omdat... ik was geheel onthouden toen zelfs. Maar je zit in een beetje een vacuüm zonder al te groot internet en zo. Het is heel anders dan nu. Dat iedere scheet die iedereen laat kan Twitter volgen wat iemand van het spel vindt. Ja. Ik heb dus nog even nagezocht wat de reacties waren. En die waren eigenlijk wel ongeveer zoals ik me herinnerde. Vrij veel klachten ook over het racistische stereotype van Lo Wang in de oorspronkelijke game. Mm-hmm. En... Een gevoel van het is een beetje te laat voor dit genre. Want het was het is 2,5D, zeg maar. Dus het is niet de oude versie was echt zoals Duke Nukem en Doom dat waren. Niet echt omhoog en omlaag kunnen kijken. Sprites als vijanden en geen polygonen. Er werd een beetje gefrutseld met voxels, maar dat mag ook geen naam hebben. En dat was op dat moment na Quake. En Quake 2 was onderweg. En dan zit je in een versnelling van grafische upgrades. Waar dat spel gewoon niet meer tegenop kwam. Dus het is altijd een beetje obscuur gebleven. En ik denk dat dat ook het symptoom is. Waaraan je kunt aflezen dat ze dat spel konden maken door een kleine studio. Dit was gewoon een hele goedkope licentie die ze ergens te pakken konden krijgen. Ja. Over de jaren 90 gesproken. Mm-hmm. Zegt, ik heb een fantastisch bruggetje. Maar ik heb vandaag, echt een uur voordat we begonnen met podcast, heb ik Gone Home eindelijk uitgespeeld.
En dat is een indie game die speelt zich af in de jaren 90. Er staat zelfs een spelcomputer uit de jaren 90 in dat spel uiteindelijk ergens. Maar dat allemaal tezijde. Heel gaaf spel. Ik heb heel erg mijn best gedaan om spoilers te ontwijken. Dat komt eerlijk gezegd, dat is eigenlijk een beetje jouw schuld geweest, denk ik, Erwin. Want ik zag jou het heel erg vermijden en toen las ik 2 regels over het spel. Ik dacht, oh, klinkt gaaf, ik ga jou nadoen. Maar ja, dus ik probeer het. Ja, maar dit is echt, elke podcast die het over het spel heeft, begint van, ja, eigenlijk kun je er niks over zeggen zonder spoilers. Maar ik ga nu wat over zeggen. En dan denk ik heel snel doorspoelen. Dus, ze hebben gelijk, dus ik wil ook niet te veel over de game blijven praten. Dus ik gewoon puur om het beginprincipe even uit te leggen. Je bent een meisje, Katie, en je komt thuis na een grote vakantie, na je middelbare schoolperiode, uit Europa. Je familie woont in Portland, in Amerika. En je stapt uit de bus, je loopt naar je huis toe en dan hangt een briefje daar op de deur. En je ouders zijn niet thuis, je zusje is niet thuis. En wat er precies aan de hand is, dat weet je niet. En dat wordt ook niet direct duidelijk. En door gewoon je ouderlijk huis te verkennen en daar allemaal objecten te vinden en dingen wel met elkaar te combineren en op slimme manier gewoon alles te doorkruisen, ontdek je gewoon wat er aan de hand is. En dit is, het vertelt op een hele subtiele, maar op een hele slimme manier een verhaal die veel meer het gevoel geeft dat je erbij hoort. Simpelweg omdat jij gewoon door het huis loopt en ziet van, oh, hier is dit gebeurd, hier is dit gebeurd. Het is een heel kort spel. Ik was echt in een uur of zo, was ik ermee klaar. Maar dat is ook fijn, want ik heb gewoon alles opgenomen. Mijn reactie heb ik opgenomen en dat gaan we gewoon op ons YouTube-kanaal zetten. YouTube.com/GameBytes.nl Yes. Abonneer. Hij is wel $20. Ja, maar dat ik mij ook weer houden om het te spelen. Ik ga ook niet de video kijken, denk ik. Ik wil het ooit nog wel spelen, maar het is echt te duur. Het is echt een heel bijzonder spel. Maar nogmaals inderdaad, ik bedoel, iedereen heeft gewoon gelijk. Je kunt, wat het echt ontzettend gaaf maakt, dat heb je pas door als je het speelt. Of als je het daarover hebt, hoe het is met spoilers. En daarvoor is zo'n video gewoon veel fijner. Want als je iets hebt van, ik wil gewoon zien wat het idee is. En het maakt me niet uit dat het verhaal voor me verpest wordt. Kijk gewoon die video en je snapt het. Ja. Je ziet het gewoon allemaal. Klinkt het, als ik het goed heb, als een soort combinatie van een ouderwets tekstadventure en Myst? Soort van, maar ja, kijk, toen ik begon had ik echt inderdaad iets van, hier ligt een pot verf. Oh, die moet ik straks misschien gaan combineren met een stuk touw en wat hout om iets anders te creëren waarmee ik een raam door kan klimmen. Maar dat soort rare trucs doet het spel niet. Het blijft gewoon heel gewoon. Het is gewoon, ik bedoel, je loopt door het huis en ja, je vindt de sleutel en dan doe je een deur open. Maar dat zijn de moeilijkste puzzels misschien. Het is heel knap als een alledaagse omgeving heel realistisch kan worden weergegeven. Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen dat zoiets intrigerend is als goed gedaan is. Het knappe is, er zijn een paar objecten in dat spel die het verhaal verder duwen. Maar er ligt zoveel gewoon als opvulling in dat huis. Dus oude brieven van je ouders. Boeken die ze hebben gelezen. Hmm. Bonnetjes van dingen die ze hebben gekocht. Je leert die hele familie kennen door gewoon in hun huis te kijken. Van, oh, hier is de werkkamer van mijn vader. En daar ligt dit en daar ligt dit en daar ligt dit. En soms neem je ze een beetje op de hak. Dan denk je eerst van, oh, hij is zo'n soort man. Ik weet niet wat ik daarvan vind. En dan ga je verder het huis in en dan ontdek je een soort iets wat dat weer nuanceert, waardoor je mening weer bijstelt. Maar het is echt heel knap gedaan. Als ik het goed begrijp, is het een beetje het principe van To the Moon, maar dan op nog kleinere schaal. Dus echt gewoon binnen één familie, binnen één huis. Ja, maar zonder dat je mensen tegenkomt. Ja. Er zit wel voice acting in, want je vindt bepaalde dagboekpagina's die worden opgelezen. Het is eigenlijk alsof je, in Bioshock vond je altijd van die audio los. Ja, en van je andere objecten. Het is eigenlijk dat stukje van Bioshock en daar dan een hele game van een uur omheen gemaakt. En ik zat de hele tijd, terwijl je nou het beschrijven was, denk van ja, dit is hoe ik Bioshock speelde. Om door af te leiden uit wat je in de omgeving tegenkomt. Ja. Hoe de omgeving eruit ziet. Wat het verhaal is van die locatie. Ja. En ik weet het niet zeker. Dat is dus precies, het is wel grappig dat je dat zegt. Want dat klinkt dus wel echt heel gaaf. Ja, maar ik geloof dat de oprichter van de ontwikkelaar, het is gemaakt door de Fulbright Company, degene die dat gestart heeft, en die zit ook bij de Idle Thumbs podcast, en ik geloof dat hij heeft meegewerkt aan Bioshock 2, maar dat kan ook een van de anderen zijn. Maar het zou heel goed kunnen dat er inderdaad een ontwikkelaar van Bioshock... Is dat een Australiër? Nee, een Amerikaan. Want ik weet, bij Games with Jobs was hij volgens mij ook de gast.
kan zijn dat hij uit Australië komt, maar hij woont nu gewoon in de hij woont nu in de VS, want hij zit geregeld gewoon bij een Amerikaanse podcastgroep. Idle Thumbs, leuke podcast. Maar het grappige is ook dat als je naar de credits kijkt, dan zie je van, oh, dat is die podcaster, die heeft de muziek gedaan. Dat is echt, dat clubje heeft die game eigenlijk gewoon met z'n allen gemaakt. Moeten wij ook doen, jongens. Ik wou net zeggen, dit is ons voorland, jongens. Wie heeft geen game idee? Okay, laten we die verder heb gaan. Ik wel. Maar... dat is met drones en... Nee, laten we... Anyhow. Ja, nee, ja, ik bedoel, kijk de video en het kost inderdaad iets van €18 op Steam. Maar als je het op de website van de ontwikkelaar koopt, dan betaal je $18 en dan kun je het gewoon redeemen op Steam. Ja, dus, ik wacht al op een sale. Niet doen, gewoon nu spelen. Het klinkt als een tijdloze game. Ja, ja. Dat is het ook inderdaad. Ik bedoel, het is gewoon heel subtiel, het is gewoon heel mooi verteld. En het is echt gewoon, ik bedoel, je blijft wel... Ik wist ook niet echt wat ik op het einde moest zeggen. Ik bedoel, de credits begonnen te lopen. En ik heb geloof ik één keer wauw gezegd. En later had ik iets van... Oh shit, laat ik afsluiten. Maar ik zat helemaal met het einde in mijn hoofd gewoon te denken van wat is er aan de hand en dat soort dingen. Het is een heel krachtig spel. Heel gaaf. Echt niet verwacht. Staan die Twilight CD's nog, Erwin? Heel foute opmerking. Beetje jammer. Nee, dat doe ik niet meer, dat soort dingen. Nee. Maar misschien een spel voor de Steam Machine. Om even een ander slecht brugje te pakken. Valve's aankondigingen, Harry? Ja, dat klopt. Wat ik, iedereen verwachtte eigenlijk, tenminste mijn Twitter-tijdlijn stond vol met mensen die dachten, nu gaat het gebeuren. Nu wordt Half-Life 3 eindelijk aangekondigd. Kijk maar, want dat logo is er met een controller. Het kan nog! Erop. Het kan dus, nog! Ja, er was één iemand die tweette zo van, als Valve nu Half-Life 3 niet aankondigt, dan koop ik hem niet als hij wel uitkomt. Ja, logica. Oké. Ja, dat zal ze leren, weet je. Maar even om een stapje terug te maken. Want ze hadden drie aankondigingen hebben ze deze week. En de ene was op, ik geloof dat het op maandag of woensdag en op vrijdag was, toch? Ja, en we hebben een maandag podcast, woensdag gehad. Ja, en we nemen nu op donderdag op. Dus het kan zijn dat morgen Half-Life 3 wel aangekondigd wordt. Maar waarschijnlijk ze hebben inderdaad nu, maar we hebben het nu inderdaad over wat ze tot nu toe hebben bekendgemaakt. Ja, en wat, dus, wat we dus in ieder geval weten, is dat Valve een eigen Steam OS heeft samengesteld. Ze hebben eigenlijk Linux genomen. Daar waren ze al een tijdje mee bezig. Dat ze vonden dat Linux ook een volwaardig operating system is. En iedereen mag vergissingen maken. Maar wat ze gedaan hebben, is ze hebben het eigenlijk omgekat, omgebouwd. Ze hebben er dus hun eigen ding van gemaakt. En daar een OS van gemaakt wat precies gericht is op de huiskamer. Dus dat je een gaming PC of een gaming apparaat kunt hebben die op SteamOS draait. En dan heb je dus een soort console met een open source, tenminste een gratis gelicenseerd OS erop. En dat is dan SteamOS. Dat ook nog eens echt geoptimaliseerd is voor games. Puur richt op de frames per second. En het zo super mogelijk draaien. Zo. Helemaal geen romslomp eromheen. Ja, ja. En dus eigenlijk, het idee, als ik het zo hoor, is het wel een beetje het beste van twee werelden. Namelijk, je hebt wel een soortement van console-achtige omgeving. Met die optimalisatie wat je dan net zegt, maar je hebt tegelijkertijd nog steeds een redelijke openheid dat je de hardware zelf kan in elkaar zetten en upgraden als je dat wil. En ik weet zelf niet wat ik ervan moet denken, want ik denk, mijn eerste reactie was, ja, ik vind het een heel leuk idee en ik vind het een heel het zijn echt techneuten bij Valve, dat merk je ook. Het was ook hoe heet die gast ook weer? Hoe heet nou het half van Valve? Gabe Newell. Ik kon niet op zijn naam komen. Die ook even als even de eerste op de Oculus Rift dook als dit is cool. Volgens mij was hij ook degene die dat voor het eerst demonstreerde op een paar jaar geleden. Dus ze zijn dol op technologie en op dingen die kunnen. Maar ik vind het nogal ambitieus. Dit is een soort concurrentie aangaan met zowel Microsoft's Windows als met de consoles van Sony en Microsoft en Nintendo. Ja. Dus ik vind het nogal. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit heel groot de wereld bij storm kan nemen of zo. No. Wat vinden jullie? Daar ben ik dus heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Totaal andere oogpunten. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ik heb nog niet eens een Steam-account, dus... Oh. Ze zijn er nog, ja. Eruit, wow. Eruit. Mag ik je aanraken? Wat is er? Wil twee verschillende reacties? Ik wil je aanraken en ik wil je wegsturen. Maar weet je wat dat betekent? Gewoon heeft nog nooit een Steam-sale meegemaakt. Alleen via Twitter. Dat is echt van, oh, ik heb deze game gekocht, deze game gekocht. Gewoon net zijn pensioen al voor elkaar, jongens. Wij nog lang niet. Ja, dat is waar. Jij kan eten, hè? Ja. Oh, man. Nee, maar heb je een game PC dan gewoon, of ook niet? Nee, ook niet. Oké, zou je een Steam machine maken? Nu je dit allemaal gehoord hebt? Weet je überhaupt waar we het over hebben? Want het... Nee, maar ik bedoel het niet lullig, maar het idee van Steam is dat je een naadloze winkelervaring hebt op je PC, waar heel veel games op te koop zijn voor vaak relatief weinig geld, vooral als je er goed op let. En zo'n Steam machine, die draait dus al die spellen die in die winkel staan in relatief goedkopere hardware. Dat is het idee zo'n beetje. Ja, nee, ik snap het principe, maar ik weet niet, op een of andere manier, ik heb wel ooit door die store gebladerd, dus ik weet waar ik het over heb, maar ik heb nou nooit zoiets van, oh, ik trek mijn portemonnee erbij en ik ga die winkel leeg shoppen. Maar het is ook vooral die Steam machine hoeft niet echt maar zelf een ding te zijn waar de games op afspelen. Het is ook vooral dat je hebt al een goede game PC staan. Dan doe je een redelijk goedkope Steam machine zit je dan bij je televisie. En dan stream je je games van de PC naar de Steam machine in je huiskamer. Maar wat mij vooral opvalt, is dat er al zoveel bedrijven en zoveel bekende namen uit de industrie enthousiast zijn hierover. Dat zegt ook al iets. Dit lijkt misschien, dit is dan... Ik zie er wel wat in dat dit de toekomst kan zijn, zeg maar. Ja, het probleem is wel, dat ik bedoel, dat hele SteamOS dat draait op Linux, hè? Of Linux. Ja. En... nou, ik mag voor jou ook geen wifi zeggen, dus dat vind ik een beetje verwarrend, Harry. Maar wifi, dat in het begin, maar Linux, dan stoom heb horen. Dat is okay. Echt vingers over in ieder geval. Maar dat betekent dus dat je spellen ook voor Linux ontwikkeld moeten zijn. En dat zijn het op. Ik bedoel, er is een Linux-versie van Steam. Maar ik geloof dat misschien iets van 10% van alle games die op Steam staan op het moment daarvoor geoptimaliseerd zijn. Nou, dat is, en dat is een rotkarwei om het alsnog te doen. Maar voor het streamen hoeft het niet. Maar als je het vanaf de box wil afspelen, moet het wel. Ah ja, want je kunt inderdaad, als je een Steam PC hebt, kun je naar je Steam machine, kun je je game via je wifi. Kun je al je Mac en je PC spellen, kun je streamen naar je televisie. Maar het hangt er ook weer van af, hè. Want het is ook nog eens zo van, je kunt een spel zo ontwerpen dat er een API tussen zit, waar het spel dus gebruik van maakt. Die dus afhankelijk is van het Steam OS. Maar, die kunt die API's ook op je Windows installeren. En dan kun je bijna hetzelfde spel zonder al te veel moeite kun je overporten. Dat is ook hoe porten vaak gedaan wordt. Dat je een soort van kleine kern alleen maar hoeft te ontwikkelen waar die platform afhankelijk is. En 80% van de game is platform onafhankelijk. En dus is het makkelijk over te zetten. Dus het is ook weer niet, als er geld te verdienen is het ook weer niet zo'n probleem. Ik ben benieuwd wat het gaat doen. En de derde aankondiging natuurlijk. Ja, god, zou het, jongens? Ah, het is waarschijnlijk een controle. Want de eerste aankondiging was een nulletje of zo. Dat was dan de OS. De tweede aankondiging was een nulletje in twee brackets van die haakjes. Dat was dan de box, de machine. En de derde aankondiging is een nulletje, een plusje en weer een nulletje. En dat zou dan twee sticks kunnen zijn van de controle. Ah, dat dat zeg maar dat iedereen in principe zo'n Steam machine kan maken, maar dat het echt een Valve ding is, echt een Steam ding is als de controle er aan hangt. Want ik bedoel, die markt heeft Microsoft nu aardig in de handen qua PC-controle. Dus gewoon de Xbox 360 controle is de beste PC joypad, om het zo even zo te noemen. Daar zou Valve, als ze een goede hebben, dat... zouden ze wel, dat zou wel leuk kunnen zijn. Ja. Ik wil hier steeds heel erg enthousiast van worden. En dat word ik ook wel eigenlijk steeds. Maar daarna besef ik me dat ik gewoon een PC heb. En dat ik die ook gewoon met een HDMI-kabel aan mijn televisie kan hangen. Ja. En dan... Ik heb exact hetzelfde. Ja. Bedoel, ik heb een fantastisch, prachtig weggewerkte kabel. Langs allemaal kabelgootjes. Die gaat naar mijn tv. En die Xbox-controller is draadloos. Dus ik heb het eigenlijk al. Maar toch word ik blij van... Ik bedoel, we hebben het er vanavond ook weer over. We zijn allemaal geloof ik wel overwegend enthousiast. Maar... Nou, het is gewoon iets nieuws en iets leuks.
Ik vind het interessant dat het is Valve. En Valve is nou geen kleine jongen. Iedereen heeft respect voor ze. Ik heb gezien. Ook. Ik wou dat zeggen. Ik wou net zeggen, als die op je afrent, dan spring je opzij. Dat is... Dat. Ja, maar... Ik wil hem ook knuffel geven. Sorry. Nee, maar dus het is niet alsof er een of andere start-up met een of andere vaag consoletje buiten komt en zegt, we noemen het Ouya. En, weet je, dat is het niet. Sorry Bas, doe dat zeer. Maar dit is een echt bedrijf met potentie. Dus wat dat betreft is het wel interessant. Maar het is nog steeds... Als ik nou zou moeten kiezen tussen een nieuwe console... of al mijn gameplezier gaan halen uit een Steam machine... met een streaming toestand en... Ik weet het niet, ik vind het te veel gedoe. En ik ben best wel techie. En als ik het te veel gedoe vind... dan zie ik de gemiddelde gamegezinnen... ook niet een goede game PC hebben... en een streaming apparaat ernaast die aan het... Mensen die gewoon een spelletje willen spelen, die moeten gewoon een ding onder hun tv aansluiten en controller aan een hub lol. En dit is me net te veel stappen. Tja. Nou ja, ik zeg tijd voor muziek. Aan de andere kant gaan we het dus onder andere hebben over Hiroshi Yamauchi en waarom je als gamer die naam moet kennen. The snare drum rocks, feel it in my blood. Not ripping silly thugs, keeping it 100. My stock's staying fully plugged. Probably because I'm fully in breath, living in my peak interest. Objects at rest remain so. Up until the force of meta is felt, moving at the speed of my sight text. Ahead of my time, I'm never ahead of myself. Don't you know time is one big loop? You can run a Mobius strip around two troops. You can stay ahead of the curve and still grip roots. So you do you, even if it's old school. My kicks grip enhance the footwork skills. The track jacket adds speed to the windmills. Fully equipped to channel the sound, you'll become one. I was feeling kind of manic in a Palm Street panic, so I changed my sadness to metallic madness. Rolling on a freeway, the Stardust Speedway, whipping like a boss in collision chaos. The tidal tempest is coastal bound, but I know the fastest thing around. So whip out the wacky workbench, open the ports, and plot a course to the quadrant of course. Now once upon a time not long ago, the Mega CD had all the flow. While Mario was blip blopping, Sonic Team was hip hopping, cranking out fly tunes way before iTunes. The audio and the video. You can do anything with all the groove. Every now and then I'll pull it off the shelf just to remind me to believe in myself. Dat was Time Traveler's Delight, een Overclock remix van een hele hoop mensen die samen hebben gewerkt om een nummer van Sonic CD te remixen. En Sonic CD kwam 20 jaar geleden uit in Japan. En over Japan gesproken? Nee, dat is een hele slechte brug. Zoals we op het begin al zeiden, Hiroshi Yamauchi. Misschien een beetje een grote vraag gewoon, maar je moet maar even kijken waar je verhaal wil beginnen. Maar waarom, wie was hij, hè? Okay. Waarom zouden wij Yamauchi moeten kennen als gamer zijn? En waarom zouden gamers hem moeten kennen? Toen Yamauchi begon bij Nintendo, dat was 1949, maakte Nintendo nog kaarten, speelkaarten. En dat deden zij dan niet in een fabriek of zo. Nee, zij brachten materialen bij mensen thuis. Die maakten de kaarten en die kwamen ze vervolgens weer ophalen en die verkochten ze dan. En nou ja, dat was 1949. En ja, in mum van tijd is het dus het bedrijf geworden dat zeg maar de hele game-industrie gered heeft. Ja. In ieder geval zo groot heeft weten te maken. Dus lijkt me wel een naam die je zou moeten kennen, Erwin. Dus kort gezegd, zonder Yamauchi was Nintendo nog steeds een gokbedrijfje geweest. Want ze hadden elkaar gekocht en hadden we geen Mario, geen Zelda, geen Metroid, geen... concurrerende bedrijven die daar succes in begonnen te zien. Dat is lastig te zeggen, maar het is wel dat Yamauchi op de juiste momenten de juiste keuzes heeft gemaakt. Of keuzes, meer gok. Gegokt eigenlijk op dingen. Want als je nu Iwata en Miyamoto hoort praten, dan zeggen ze ook echt van...
ja, soms leek het echt alsof hij roekeloze beslissingen maakte. Alleen dan heeft die man had gewoon echt dat business inzicht. En gewoon, hij analyseerde de markt en hij keek welke fondsen Nintendo tot zijn beschikking hadden. En op basis daarvan maakte hij keuzes. Dus ze waren bijvoorbeeld nog voor de ontwikkeling van de Nintendo Entertainment System, dus in Japan de Famicom, waren ze bezig met heel veel arcade machines en zo. En terwijl ze daar al zo goed als mee klaar waren, toen zei hij van, nee, stop je mee, we gaan een thuisconsole maken. Dus ja, toen zaten we daar bij Nintendo een beetje van, oké, whatever, we doen het maar. En dat bleek dus uiteindelijk weer een gouden set te zijn geweest. Maar was dat in die tijd dan een hele rare keuze? Of was dat gewoon iets wat, waarmee die inspeelde op de markt dat al gaande was? Of? Ja. Het is moeilijk zeggen, maar het is het idee een beetje dat ze nu dus, Steam is nu bezig met die Steambox of SteamOS, hoe heet het ding. En stel dat Gabe Newell nou ineens binnenkomt lopen binnen Steam, dus weken voor de aankondiging zoals deze week. En dat hij dan zegt, jongens, we doen het niet meer, we gaan iets anders maken. En dat is, en dat iedereen daar binnen denkt van, wat? Dus dat idee een beetje. Maar ja, Gabe Newell is dan meer een tech guy dan een business. Jongens, vergeet Steam Machine, we worden een pizzeria. Maar wat ik, weet je, zei nou tech guy, wat ik wel een leuke anekdote vond, dat is mij een beetje bijgebleven toen ik het boek Game Over las. Dat is trouwens een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in Nintendo. Het was een verhaal over Hank Rogers, een Nederlander. Dat is de man die Tetris in de Sovjet-Unie heeft gevonden. En dat aan Nintendo heeft verkocht. En de manier waarop Hank Rogers contact maakte met Yamauchi was omdat hij een Go-speler was. En Yamauchi was dat ook. En beide waren Go-meesters. En Rogers die zocht naar een ingang bij Nintendo. En die wilde zijn spel graag kwijt. En nou, via nou, allebei hoog niveau Go-spelers. En Go is een soort, dat is een, ze noemen het Japans schaken, maar het is veel en veel complexer. Ja. Waarbij je patronen moet leggen. En het is ik heb het wel eens geprobeerd te leren. En dat is echt net zo moeilijk als Chinees leren spreken bijna. Want er zit zoveel subtiliteit in. En ze zeggen ook dat als jij Go speelt met iemand, dan leer je iemand ook echt kennen. Nou, dat was dus ook de manier van Rogers om binnen te komen bij Yamauchi en een spel en Go te gaan spelen. En hij wilde ook als publisher wilde hij een voet aan de grond bij Nintendo. En die is toen met hem gaan spelen. En uiteindelijk, en dan vooral niet over het werk praten. Alleen maar Go spelen. Dus kan je voorstellen dat je onderhandeling is. Van ik zit hier aan tafel met de grote Yamauchi, de man van Nintendo. De man die de game-industrie in zijn grip heeft. Ik ben een klein pieterpeuterig uitgevertje. Ik wil graag spellen voor die Nintendo-console uit gaan brengen en gaan maken. Maar ik mag het er niet over hebben. Want ik kan het alleen maar via dit spel met hem communiceren. Nou, dat gaat zo een hele tijd door. Tot uiteindelijk de relatie zo warm is tussen die twee. Dat hij hem iets wil laten zien. Namelijk een spel wat Rogers heeft laten maken. Go voor de Nintendo. Dat heeft hij dan in elkaar laten knutselen door mensen. En hij laat het dus aan Yamauchi zien. En van kijk, dit is Go op de Nintendo. Op de Famicom. Probeer maar. En Yamauchi die pakt die controller en blijkt op dat moment nog nooit een NES-controller in zijn handen gehad te hebben. En weet niet hoe dat ding werkt. Maar het is wel, hij was dus niet een, absoluut niet technisch, maar echt een man van visie. Dus bijna een soort mens van eenlijnige Steve Jobs. Zo van, dit is de richting waar mijn bedrijf heen gaat en dit is wat we gaan doen. Maar eigenlijk zelf niet weet hoe het werkt, wat hij eigenlijk aan het verkopen is. En dat vond ik een fenomenaal verhaal, want het is wel een keiharde zakenman en imponerend. En ook iemand waar iedereen als te dood voor was. Maar tegelijkertijd, ja, 4 punten druktoetsknop, geen idee. Vond ik wel leuk. Maar als je nu kijkt naar de game-industrie nu, wat zouden gamebedrijven of gameontwikkelaars kunnen leren van Yamauchi? Je moet dan denken aan, nou, je moet gewoon durven het roer om te kunnen gooien of keuzes maken die misschien niet slim lijken, maar wel goed kunnen uitpakken. Of wat denk jij gewoon? Ik heb wel het een en ander over Yamauchi gelezen in ieder geval door de jaren heen. En hij had in ieder geval altijd wel een aantal motto's die
constant terug zag komen. Sowieso moest alles wat gemaakt werd, of het nou speelgoed was, dat ze dus nog voor games en consoles maakten, of games inderdaad, moesten anders zijn dan de concurrentie. En hoe mooi er iets ook uitzag, of hoeveel beter het was dan de concurrentie, hij wilde alleen weten hoe het anders was dan de concurrentie. En anders kon je het ermee terugnemen. Ja, ja. En ja, dat zijn van die dingen die heeft hij bij Miyamoto en Iwata bijvoorbeeld er heel hard ingeslagen. En die zie je tegenwoordig ook nog. Ook dingen als ken je beperkingen. En samen met zijn, nou ja, het werd zijn zoon genoemd, maar werknemer Gunpei Yokoi. Dus maak van de Game Boy. Yeah. Maak van de Game Boy, producer van Metroid en Kid Icarus. Ja, die liet hij ook gewoon dingetjes maken. Dat hij Yokoi met iets zag kloot in de fabriek destijds. En toen zei hij van, nou, maak er een spel van en verkoop het. Dus, maar je zegt de beperkingen kennen, maar dat is natuurlijk ook iets wat Nintendo echt meestelijk gedaan heeft. Dat ze zelf hebben gekozen op welk front ze gingen concurreren. Ja. Want dat was ook de... In plaats van de Wii is het denk ik het meest duidelijk, hoewel dat na zijn tijd is, nog steeds wel heel duidelijk die filosofie is. Van oké, we zouden overal kunnen gaan rondshoppen voor de allerbeste processors, meer geheugen en een videokaart van heel veel geld erin zetten. Maar wat zijn wij nou echt? Wij zijn degene die het Nintendo gevoel verkopen. Wat hebben we daarvoor nodig? Goedkope hardware. Want wij verkopen onszelf namelijk op onze kracht, namelijk die franchises en het plezier wat je hebt met het gevoel, met het idee wat Nintendo is. En ja, dat is wel een heel bijzondere filosofie die ze... Ze zijn ook echt heel koppig, Nintendo. Nog steeds. Behoorlijk. Ja, ja. Ja, ze doen echt hun eigen ding. Maar dat deden ze destijds ook al. Als je dan bijvoorbeeld de Game Boy neemt. Ja, dat ding was niet helemaal wat Nintendo had gehoopt toen het uitkwam. Want ja... Het liep toch achter op de Super Nintendo. En eigenlijk moest het zeg maar gelijk met de NES en de NES uitkomen. Alleen ja, toen kwam Sega dus met de Game Gear aanzetten. Daar moesten 6 batterijen in. En dat ding ging nog 2 of 3 uur mee. Dus ja, en Nintendo had dus de Game Boy waar 4 batterijen in gingen. En die kon echt nou, minstens een week mee. Daar kon je net vakantie. Ja, ja. Dus het is vooral ja, die tactiek van doorgewinterde technieken en technologieën gebruiken. Waardoor Nintendo met goedkope materiaal en dus ook de prijs relatief laag kon houden. Toch kon concurreren met andere bedrijven. Dat is wel gek, want dat zeg je nou. Ze trokken inderdaad letterlijk dingen van de plank af. Bijvoorbeeld de Z80 processor in de Game Boy, dat was echt zo'n ontzettend achterhaald processortje wat ze daarvoor gebruikten. Ja. En daarom was dat ding ook goedkoop. En hetzelfde geldt ook, ze lopen technologisch ook iedere keer een generatie achter. Wii U loopt, is nou een apparaat wat hetzelfde is qua kracht als een PS3 en een 360. Ja. Dat is dus 8 jaar na de lancering van die systemen. Maar tegelijkertijd blijven ze ook, ik weet niet of jij daar wat licht op kan werpen, van, kan jij uitleggen waar de Nintendo 64 nog steeds cartridges blijft gebruiken? Is dat ook een Yamauchi idee geweest of een beslissing geweest? Zou ik zo niet durven zeggen, ik kan nu het wel heel stiekem gaan opzoeken op internet, maar... Ja, dat kan ik ook. Maar... Ik weet wel waarom de cartridges blijven gebruiken. Ik weet niet of dat een Yamauchi is geweest, maar het hele idee was dat als je een cartridge had, dan was er geen disc die moest draaien en daardoor had je geen laadtijden. En met ja, ik geloof dat Nintendo niet heel veel vertrouwen had in de disc. Nee, maar ze wilden gewoon geen laadtijden. Dat zie je ook heel erg. GameCube had voor het eerst een disc, maar dat was een kleine. En die kan snel spinnen, ben je snel bij data. En de spellen waarbij wel werd geladen, zoals Metroid Prime, ja, daar bleef die deur dan maar even dicht. Want ze wilden geen zwart. Ze wilden gewoon geen zwart scherm met wit latexje erop. Dat vond ik helemaal niet uit de game. Denk je dat het PR-verhaal was? En denk je niet dat ze misschien gewoon piraterij als een groot probleem zagen? Dat zou ermee te maken kunnen hebben. Aan de andere kant. Ik kan ga even googlen naar een ROM van Super Metroid en je hebt hem ook zo te pakken. En dat was toen ook al zo. Ik denk dat op zich, dat zou een rare afweging zijn geweest. Maar het officiële verhaal is dat ze hebben
een tijdje cartridges gehouden, omdat ze zo lang mogelijk die laadtijden wilden beperken. Want Nintendo 64 was natuurlijk op dat moment ook niet te emuleren, dus dat was op dat moment niet een argument. Nintendo 64 was een van de meest geavanceerde en vreemde apparaten die er op dat moment op de markt waren. En het heeft al echt een paar jaar geduurd voordat je dat een beetje getrouw op PC kon doen. Dat was pas toen de 3D-kaarten een generatie verder waren. Met een Voodoo-kaart kon je geen, met een Voodoo 1 kon je geen Nintendo 64 emuleren. I know, because I tried. Maar nu als je nu kijkt naar de... Misschien heel flauw hoor, maar als je nu kijkt naar de Wii U. Wii U doet het niet goed. Is het dan... Is het verstandig dat Nintendo in... naar het idee van Yamauchi zo koppig blijft, zo probeert anders te zijn dan anderen, hun eigen franchises op een eigen console houdt en met zo'n grappige tablet komt. Maar je ziet nu dat het niet werkt. Is het slim dat Nintendo zo blijft doen? Het ding met Nintendo is wat ik nu ook weer merkte met de 3DS. Ik heb pas dit jaar een 3DS gekocht. Gewoon omdat daarvoor zo weinig games waren die mij aanspraken dat ik het de moeite niet waard vond om erin te kopen. Ja. En dit jaar, ik kan het gewoon niet bijhouden. Zoveel toffe games komen er in de lopende band uit. Dus, nou ja, en ik denk dat de Wii U dezelfde kant op gaat. Nou ja, sowieso met een Smash Bros. Dan gaan die apparaten toch wel weer verkopen. En zo hebben ze voor ieder wel wat wils. Dus ik denk dat het wel gaat goed komen met de Wii U. Nou, dat, meer dan dat mag je eigenlijk ook nog niet zeggen, denk ik. Ik bedoel, je kan pas zeggen of een bepaalde hardware-strategie is gefaald of geslaagd als die generatie zo'n beetje achter je ligt. Ja. Ik bedoel, het gaat nu inderdaad niet goed met de Wii U. Er is niet heel veel op te spelen. Ik baal er ook een beetje van dat ik de mijne zo vroeg heb gekocht. Daar heb ik er wel vrij veel plezier mee gehad. Maar ik bedoel, als inderdaad over 3 of 4 jaar blijkt dat ding ontzettend veel games heeft en ontzettend goed verkoopt, ja, dan zal dat misschien een strategie zijn geweest. Ik weet het niet. Maar als ik dan heel even echt, we gaan een beetje off-topic, maar wat ik eigenlijk verwacht nu, is dat het Nintendo geleerd heeft hiervan, als ze echt gaan leren, is dat ze geen standalone console meer gaan maken, maar dat de volgende generatie wat zij uitbrengen, dat een conversie zal worden zijn, of een convergentie zal zijn van de 3DS en de Wii U in één apparaat. Dat je een ding hebt wat je handheld hebt en tegelijkertijd aansluit op je tv als je thuis bent. Dat is wat mijn slechte analistenbrein mij ingeeft. Want een console is nooit... Ik weet het niet. Het is een beetje het gevoel dat het een beetje aan het einde loopt bij Nintendo ook. Want ze verdienen altijd... Zelfs bij de Wii, volgens mij verkochten ze meer... Hebben ze, dat weet ik dus niet, ben ik benieuwd naar of dat zo is. Dat ze meer hebben verdiend aan de DS dan aan de Wii. Dat zou ik echt niet weten. Ik weet dat het allebei belachelijk veel verkocht heeft. Ik denk dat het allebei gewoon een aardig leuk succes is geweest. Maar hoe die twee tegenover elkaar staan, ik heb geen idee. Nee. Tja, ik vind dat een beetje te veel voor de hand liggen. En Nintendo doet nooit echt wat voor de hand ligt. Ja. Maar na dat wapperbesturing, die balance board, de tablet. Ik verwacht eigenlijk eerder een... ik wil een skippy ball controller of zo. Dan, ja, dat is ook nog zo ver in de toekomst. Ik bedoel, de Wii U is nu wat, een jaar uit. Ik bedoel, tegen de tijd dat ze een nieuwe console uitbrengen, dan kijken we weer totaal op een andere manier naar die markt. En dan kijkt Nintendo ook weer op een andere manier. Dus het is nu zo moeilijk te voorspellen. Ik kan me gewoon niet meer voorstellen dat de Wii U nog succesvol wordt. Maar dat is mijn kortzichtigheid hoor. Want bij de 3DS wist je altijd nog, er komt een Pokémon aan. En dat is nog niet eens. Maar toen het moment dat ding op de markt kwam, wist je gewoon, Pokémon gaat dat ding drijven. En dat bleek veel meer te zijn wat dat ding drijft. Want Monster Hunter en een aantal andere grote licenties. Animal Crossing. Maar ik zie bij de Wii U is het juist dat iedereen wegloopt. Letterlijk wegloopt bij ze. Grote third-party bedrijven. Nintendo is de enige op dit moment die goede kwaliteitsspellen belooft. Dus daarom vind ik het een heel andere situatie. Want de 3DS had altijd wel iets wat hem nog kon optillen. En dat heeft Wii U. Ik bedoel, zitten we echt nog te wachten op Mario Kart Wii U? Ook tussendoor trouwens. Echt totaal off-topic. Maar je hebt nu een Twitter-account. De heet Linkstagram. En dat bestaat uit selfies van de Wind Waker Link in de nieuwe Wind Waker HD game. Het is echt fantastisch. Het deed zo goed de hakken op gewoon wat dat spel gewoon flauw maakt. En gewoon op de hele Instagram
Ja, het is gewoon een beetje een anti-hipster parodie-account. Het is echt fantastisch. Maar, ja. Ik ga nu opzoeken. Linkstagram. Linkstagram. Het is echt fantastisch. Echt inderdaad. Ja, bijvoorbeeld, ik ben net chillen met de moeder van Gannon en dan zie je een varken op de achtergrond staan. Dat is echt super flauw. Ik vind het echt fantastisch. Echt geweldig. Oh, wacht, dat is mijn Game Byte. Sorry, nee, ga verder. Ja. Komt dus even verder. Maar misschien wordt het tijd dat weer iemand opstaat bij Nintendo, net zoals Yamauchi ooit deed, van we gaan het helemaal anders doen. Ja. Misschien... Ze doen het ook helemaal anders. Zij pakken gewoon de technologie van de vorige generatie, want die is toch goedkoop. En dan gaan ze dan andere leuke dingen mee doen. En dan zal ik niet zeggen dat ik groot voorstander ben van het hele Wii U Gamepad idee. Nee. Maar ja, volgend jaar komt er toch een vervolg op Xenoblade aan. En dan koop ik dat ding toch. En als dat je reden niet is, dan is het een Wind Waker, een nieuwe Zelda, een Mario... Een Donkey Kong. Er is altijd wel iets. Dus jij zegt vooral Nintendo blijf koppig. Ja, ik vind... ze houden het nu al 124 jaar vol. Dus, er was laatst een fantastisch concept online. Van, ik bedoel, Nintendo heeft laatst Nintendo 2DS aangekondigd. Hè? En dat is een beetje een gekke stap. Want ze stappen af van 3D, et cetera. Maar iemand uiteindelijk online hadden ze het concept gemaakt. Ik weet niet of hij nog online stond. Maar Nintendo 1DS... En dat is eigenlijk een DS met één scherm. En het idee is dat je dan daar je smartphone op zou kunnen zetten. En dat dat dan het tweede scherm wordt. Of dat je hem via een wifi of een HDMI connectie met je televisie kan verbinden. En dan wordt dat je tweede scherm. Of je speelt games die alleen maar met één scherm gespeeld kunnen worden. Dat zag er zo ontzettend cool uit. En dat speelde zo slim in op het hele smartphone en smart TV gebeuren. Zoiets moeten ze gewoon doen. En dan een Metroid daarop uitbrengen. Oh... Ja, breng gewoon een Metroid waar dan ook op uit. Het is nou wel weer even tijd. Metroid sucks. Moving on. In ieder geval, Yamauchi is 85 jaar geworden. En als we Nintendo denken, moeten we niet alleen denken aan Miyamoto en Iwata en zo, maar dus ook Yamauchi. De sterke man achter Miyamoto. Ja. Dan even een hele rare overgang. Ik zou bijna extra muziek draaien voor deze overgang. Maar GTA 5. Ik heb er niet heel veel meer gespeeld. Volgens mij Bas je ook niet. Maar Harry, ben jij nog veel verder doorgegaan? Ja. Het is echt... Ik wil iemand. Ik vind het... Het gekke is... Ik hoor ook mensen... En dat vind ik echt onbegrijpelijk. Kritiek uiten op GTA 5. Denk, echt. Kom dan. Mag toch niet? Nee, maar ik wil het over twee dingen hebben met GTA, als dat mag. En het ene is een beetje een spoiler, maar het is wel een spoiler waar al heel veel discussie over geweest is. Ik weet wat je bedoelt. Ik denk dat ik het ook al weet, ja. Het is de martelscène. Ja. Oh ja. Oké. Okay. Ik was nog steeds eigenlijk gebiologeerd door de wereld van GTA 5. Ik vind het nog steeds... een van de meest fantastische spellen die ik in tijden heb gespeeld. Maar op een gegeven moment is er een punt in het spel dat jij met een van de drie personages iemand moet martelen, omdat die gegevens zou hebben over een terrorist. Nou ja, het is niet eens een verwijzing naar, het is gewoon een letterlijke één op één weergave van een martelscène, zoals de Amerikaanse overheid dat heeft gedaan. Om mensen om terroristische activiteit op te sporen. Hoe letterlijk neem je dat dan trouwens? Zijn dat echt dezelfde methoden die... Ik zou je vertellen. En dit is dus, als je dus echt niks wil weten hierover, dan raad ik je aan om even een paar minuten door te spoelen, beste luisteraar. En als jullie niet willen dat ik dit thuis geef, dan moet je het ook nu zeggen. Want dat... Nee, is prima. Ja. Oké, het is bijzonder grafisch. En je hebt verschillende martelwerktuigen krijg je tot je beschikking. Waterboarding, dus dat het beruchte van dat je iemand de illusie geeft dat hij verdrinkt. Maar ook twee batterijknijpers die je op de tepels van de man zet om hem onder stroom te zetten. Een enorme steeksleutel waarmee je hem in zijn zak kan slaan.
En dit was mijn persoonlijke moment dat ik echt letterlijk op een gegeven moment het ding uitzette. Echt zo van, nee. Is een tang waarmee je blijkbaar dus de kiezen uit de mond van de verdachte moet trekken. Ja. En ja, nou, dat was, want het punt is, je wordt in die scène geplaatst, eigenlijk zonder enige waarschuwing vooraf. Dus wel enige foreshadowing, maar... Vrij plotseling inderdaad, ja. En dan word je dus in die kamer geplaatst. En ik had echt een beetje het gevoel alsof ik Harry, in een kamer werd gezet. Zo van, deze man moet je maar gemartelen. En doe maar. En doe maar hoe je dat moet doen. En het is het venijnen van Rockstar. Je hebt dus al die verschillende dingen. En je krijgt dan... Je moet hem dan martelen en dan geeft hij een beetje informatie. Dat blijkt dan weer niet genoeg. En dan moet je nog een keertje doen. En het wekt een beetje de illusie dat je al die hulpmiddelen moet gaan gebruiken. En het acteerwerk is zo ontzettend indringend. Dat ik echt voor het eerst bij het spelen van een spel het gevoel dat ik iemand pijn aan het doen was. En ik vond het niet leuk. Ik had moet wel zeggen dat onze ervaringen daarin dan verschillen. Want ik heb dus... Ten alle tijden dat ik GTA 5 aan het spelen was, dat ik geen enkele keer het idee had dat ik zelf door die wereld aan het wandelen was. Omdat je constant switcht tussen personages van, ga ik even naar Franklin en dan ga ik dat doen. Dan kruip ik wel echt in die rol. Dat bedoel ik niet. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, kijk, als ik, en dit is heel bot wat ik nou wil zeggen, maar als ik over een prostituee heen rij in GTA 5, dan heb ik niet het gevoel dat ik iets aan het doen ben. Wat iemand, dan heb ik, dat zijn polygonen. Dat heeft helemaal niks te maken met de werkelijkheid. Dat is cartoony. Dat is ook optioneel. En ik kan ervoor kiezen om dat te doen of dat niet te doen. En als ik mij in een genereuze bui voel, dan schiet ik iemand niet zo neer. Of ik zorg dat ik burgerslachtoffers vermijd. Het is allemaal gameplay. Het is niet echt. En ik heb de controle om te kiezen of ik het wel of niet doe. Dit spel, dit moment gaf mij die keuze niet. Ik kon het spel niet voltooien. Ik kon niet verder zonder dat ik die man gemarteld had. Wat bleek alleen. Dus ik haakte echt af. Ik werd echt misselijk terwijl ik er naar zat te kijken. Ik kon niet tegen deze inhoud. En ik zeg er even bij. Dat niemand denkt dat ik nou opeens iets tegen videogames heb. Ik heb exact hetzelfde bij Game of Thrones met de martelscènes die daarin zitten. En ik heb exact hetzelfde met de martelscène in Reservoir Dogs. Ik kan daar niet tegen. Maar ik heb daar emotioneel problemen mee om daar naar te kijken. En ik heb er dus veel problemen mee dat een spel mij dwingt om letterlijk de trekker over te halen om iemand zijn ballen in elkaar te hakken. Had je bij deze scène echt het idee dat het spel je een boodschap probeerde te vertellen? Of was dit gewoon een soort van verheerlijking van... Ik denk dat mensen er bij GTA heel erg snel van uitgaan van, dat doen ze om je gewoon lekker gewelddadig dingen te laten doen. Wat ik dus afvroeg is het stond even, op een gegeven moment kwam ik er dus, want ik zette hem dus uit halverwege en ik ging niet verder. Later denk ik van, ik heb er echt een halve dag over nagedacht, ik ga toch maar verder spelen, want ik vind de rest van het spel zo leuk. Echt mezelf ingepraat, het is niet echt, het is niet echt. Echt bizar dat ik dat tegen mezelf moest zeggen. En toen kwam ik er dus bij de tweede ronde achter dat ik dus niet al die martelwerktuigen hoefde te gebruiken. Ik kon het ook met, tussen haakjes, alleen maar waterboarding voor elkaar krijgen. Dan heb je in ieder geval niet iemand zijn kies uit zijn bek getrokken, dacht ik. Dat is in ieder geval het minst erge. Maar het is nog steeds afschuwelijk. Ja. En dan aan het eind, dan heb je dus die scène voldaan. En dan de personage die dat gedaan heeft, die redt hem dan opeens. En dan krijgt hij dan krijg je een soort semi-boodschap van, je moet de wereld vertellen wat er hier met jou gebeurd is. Ik had het gevoel dat dit een soort valstrik, debatvalstrik was van GTA. Zo van, als iemand hierover klaagt in de pers of bij Fox News of in de Amerikaanse overheid, dat zij dan de troefkaart konden trekken. Ja, maar wij doen alleen maar wat jullie in het echt doen en dit is maar een spelletje. Ik vond het een hele slechte boodschap en ik had helemaal het gevoel, en dit is misschien heel erg dat ik dit zeg, maar ik dacht, ik heb hier echt niks mee te maken. Want mijn regering doet dit niet. Ik zit in een land waar dit niet acceptabel is. Dus het is niet een boodschap die op mij gericht is. Waarom moet ik dan deze afschuwelijke brok doorslikken die niet leuk is? Het is geen leuk spel. Er is geen gameplay die interessant is. En het enige wat ik had na afloop is dat ik me vies voelde en een naargevoel had over een spel wat me verder alleen maar blij maakte. Ja, het is het is natuurlijk allemaal satire van een grote Amerikaanse stad. Dus het is logisch dat ze ook naar Amerikaanse martelbeschuldigingen gaan. Maar het was geen satire, Bas. Nee, satire, daar vergroot je iets uit.
Ja. En dan maak je er een boodschap van. Of ik kan me voorstellen dat het misschien leuk was geweest om om iemand die waterboarding had gedaan. Wat je ziet. Maar het is ook de setup. Hè? Je krijgt iemand waar je niks van weet. Er wordt alleen maar tegen jou gezegd. Deze man heeft informatie waarmee terrorisme. Blablabla. Je hebt verder geen enkele aanwijzing of het klopt of niet. Er is geen context. Je hebt geen gevoel van goed of kwaad. Of dit is gerechtvaardigd. Weet je, als je naar 24 zit te kijken en Jack Bauer slaat iemand in elkaar omdat. Maar dan is er een bom, want die heb je gezien. En dan kan je nog steeds. Dat is manipulatief en dat is allemaal. Maar er is rechtvaardiging. Er is een reden om dat te doen. En hier had ik alleen maar het gevoel van. Ik word nu gevraagd om iets te doen. Zonder dat mij wordt uitgelegd waarom ik dit moet doen. Waar ik me naar over voel. En dat vond ik een hele vervelende ervaring. Maar het is wel. Het zet je wel aan het denken van. Oké, waar liggen mijn grenzen? Maar ik niet besteld. Als ik dat wil ervaren. Nee, maar sorry. Maar als ik dat wil. Ja, maar Rockstar zoekt wel altijd de grenzen op. Dat kun je ook wel verwachten. Ja, maar dat. Ja, oké. Maar dan, als ik dan een mogelijkheid had gehad. Als een alternatief. En dat is iets wat misschien ook een beetje symptomatisch is van GTA 5. Wat ik wel eens ben met de criticasters. Is dat op het moment dat je in een missie zit. Moet je ook precies doen wat Rockstar zegt. Ja, klopt. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat je. Nou ja, ze benadrukken aan de lopende band van oh, vrijheid dit, je kunt alle kanten op. Maar eigenlijk kun je dus helemaal niks, want je doet wat Rockstar wilt. En anders blijf je gewoon in je startfase zitten. Ja, als je iets te ver wegrijdt, dan is de missie al gefaald. Ja. Het was bij een andere missie die ik speelde. Dan op een gegeven moment dan heb je iets gedaan en dat gaat dan mis. En dan moet je ontsnappen met je vrienden. En je bent dan aankomen rijden in een busje. En dan denk je, nou mooi, ik spring in het busje en ik volg een woeste achtervolging. Maar opeens was het busje wat ik net zelf bestuurd had, was gewoon op slot, kon je niet meer in. En op het moment dat je dan een andere auto stal en dus probeerde weg te rijden, dan faalde je de missie, want je vrienden waren nog aan het vechten. En het was dus letterlijk de bedoeling dat je dus door die golven van rode aanvallers heen vocht om tot de missie tot een goed einde te brengen. En wat ik heel gek vind is wat je net zegt, je hebt een spel wat vrijheid pretendeert. En bij een aantal missies zijn die grenzen zo goed opgesteld dat je niet merkt dat je het script volgt. Maar als je echt maar een millimeter afwijkt en buiten het pad gaat, dan blijkt het opeens dat je opeens in een ander spel terechtgekomen bent. In plaats van de sandbox zit je dan gewoon in een level waar helaas de grenzen van het level, net zoals in Shadow Warrior, niet goed zijn aangegeven. En het cirkeltje is weer rond. Maar goed, mijn kritiek was dus dat ik iets kreeg, een boodschap, een ervaring, die ik gewoon echt niet leuk vond. Ik vond het net zo leuk als dat ik een steen om meteen liet vallen. Dat is het genoegen wat ik eruit gehaald heb. Als ik dan ook nog even een kritiekpuntje mag aandragen, maar dat is eigenlijk meer gewoon een discussiepunt. Wat ik zelf heel erg merkte, was op het moment dat ik aan het spelen was, dat ik te vaak op het kaartje gefocust was en minder op de wereld zelf. Hmm. Als ik werd aangevallen, dan keek ik eerst op het kaartje van oké, waar zitten de schutters? Dan klikte ik met de knop zodat de auto-aim aanging en kon ik gewoon mensen afschieten. Maar ook met rijden en ik weet niet of ik dit hierin alleen ben, maar ik keek echt eigenlijk meer op het kaartje dan op de prachtige omgeving zelf. Dat had ik absoluut niet eigenlijk. Nee, ik ook niet. Was ik wel erg bang voor, omdat ik me dat uit GTA 4 om de een of andere reden goed herinner. Maar ik heb wel heel veel echt nog goed om me heen zitten kijken. Ik mis wel een beetje de gesproken navigatie die wel in 4 zat. Hadden ze dat? Was ik alweer vergeten. Volgens mij was dat 4 of San Andreas, ik weet niet meer. Er was in ieder geval GTA waar je echt... Volgens mij 4, ja. Ja, een gesproken navigatie had bij de duurdere auto's. Wat leuk dit, maar dat mis ik hier een beetje, want dat is dan in Saints Row 4 wel briljant gedaan, Saints Row 3 ook, dat je in de omgeving gewoon je navigatiepunten te zien krijgt, zodat je niet op je kaart hoeft te kijken of je links of rechtsaf moet slaan. Ik vind prima als er gewoon een gele lijn over de weg ligt of zo, in plaats van op de kaart. Ja. Dat vind ik makkelijker, maar ik snap ook wel dat Rockstar dat niet doet, dat haalt wel de immersie wat weg of zo, hoe dat ook zit. Nou, ik zat net eerst te denken, want vorige keer toen hadden we beloofd dat we op iets terug zouden komen. Oh, mijn ding is heel erg op wat waar we net over hadden. En dat ga ik ook heel... Ja? Ik dat nog heel snel tussendoor. Sorry, ja? Echt waar, alsjeblieft. Ja, ja.
Dat is, ik heb eens een keer een heel lang artikel van iemand gelezen die GTA 4 zonder de interface heeft gespeeld. Dus zonder de GPS, zonder de stipjes om aan te geven waar iemand staat en dat soort dingen. Ik geloof, ja, hooguit alleen nog een crosshair. Maar die moest uiteindelijk gaan letten op waar die mensen hoorden lopen en dat soort dingen. En die had gewoon een mooie 3D soundset en zo. En dat is wel een heel erg totaal andere beleving. Dat was het. Sorry Erwin, ga verder. Nee, dat geeft niet. Ja, we hebben vorige keer stelde Piet een vraag. Die zouden we meenemen nu. Ik ben hem vergeten te noteren. Maar volgens mij was het zoiets van wat voegt GTA 5 toe aan het genre. En wat kan meegenomen worden naar volgende open wereld games. Zullen we nog even snel, als jullie daar nog ideeën over hebben? Ja, dat is alleen een hele subtiele eigenlijk. Maar ik weet niet, dat is de diepte van de wereldsimulatie. Want het is, qua gameplay zijn ze best wel, hoewel de missies naar mijn gevoel veel beter ontworpen zijn. En checkpoints zijn echt een levensredder hierin. Je hoeft niet, want dat was met GTA 4, dat was dan al een revolutie. Dat je dan als je dood ging, kon je in een taxi stappen. Die je dan naar het startpunt van de missie reed. Nou, whoop-de-fucking-do. In dit geval, als je een missie faalt, dan ga je terug naar een redelijk goed gekozen punt. Zodat je niet, het wordt niet te makkelijk, maar je hebt nog steeds niet het gevoel dat je alles overnieuw hoeft te doen. Maar verder zijn die missies allemaal best wel standaard. Achtervolg, schiet, vlieg, ren, werk, bid, lach en bedonder. als je kijkt naar het detail van de wereld en hoe levend die stad is en hoe de NPC's zich ook op elkaar gedragen. Dit is eigenlijk, gaat dit verder dan wat SimCity beloofde en niet waarmaakte. De nieuwe SimCity. Dit is een wereld waar mensen rondlopen en dingen doen en hun gedrag hebben. En de dialogen, de dingen die op straat gezegd worden, de details van, ik weet niet of je wel eens goed hebt rondgekeken, als je ergens gewoon in een willekeurige plek gaat staan, bijna alles, voor alles is uniek ontworpen. Goed, zelfs de partikeltjes die door de lucht zweven in het noorden van het eiland. Echt fantastisch. Die nuance en die ontzettend hoge resolutie, wil ik bijna zeggen. Ja, het is natuurlijk niet grafisch, maar de resolutie van de detail per vierkante meter. Ik denk dat hun grote winst is en hun grote geschenk. Daar sluit ik me bij aan. Jok, Bas? Haaien. Ik denk dat we veel meer open wereld games haaien moeten hebben die natuurlijk op je reageren. En dan nog even om je heen cirkelen om te kijken of ze je kunnen pakken. Ja. Nee, ik bedoel, ik kan me heel erg vinden wat Harry zegt. En ik vind het verder ook moeilijk om bij GTA 5 op iets anders de vinger te leggen. Ik bedoel, we kennen heel veel van deze game, kennen we het natuurlijk al. Maar het doet het allemaal op zo'n gelikte, ontzettend goed uitgewerkte manier. Ik moet echt gewoon weer verder. Ik bedoel, ik heb deze week zo weinig kunnen spelen. Ik heb gewoon te veel Final Fantasy en Gone Home. Ik heb het derde personage nog niet eens. Nou, ik ook nog niet. Ik denk dat ik op een mail of een sms moet reageren of zo. Want ik snap niet dat ik hem nog steeds niet heb. Maar ik denk dat online ook wel een revolutie zou kunnen zijn. Ja, daar zie ik heel erg naar uit. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Dat is ook leuk voor ons YouTube-kanaal op youtube.com/gamebytes.nl. Wanneer komt die online multiplayer? Is dat volgende week of is dat later? Oktober. Volgende week? Oh, dat is snel. Oh. Nee, volgende week. Ik heb alleen de 360 versie, dus fuck you all. Ja, dus jij gaat de PS3 versie kopen en dan kun je. Goed, we sluiten af met de Game Bytes. Net zoals vorige week, doen we elke keer, dan is het nog op het eind. Kort ruimte om iets te pluggen, iets nog te noemen, een kort game te vertellen zonder dat het uitloopt op een gesprek. Gewoon even kort. Bas, mag ik jou vragen deze keer te beginnen? Ja, ik heb voor het eerst in tijden weer eens een keer een boektrilogie uitgelezen. De Mistborn boeken van Brandon Sanderson. En het eerste boek is eigenlijk een beetje de Ocean's Eleven van de fantasyboeken. Dus in plaats van dat ze een bank in Las Vegas gaan beroven, proberen ze de schatkamer van de koning, die ook nog eens een keer god is, want het is fantasy, te plunderen. En dat gaat op een hele aparte, rare manier. En ik wil niet te veel spoilen, maar
groot hoogtepunt in alle drie de boeken is gewoon de manier waarop de magie in die wereld wordt uitgelegd. Want iedere magier in die wereld die kan metalen verbranden, die slikt ze in en dat voelt hij dan branden in zijn maag. En ieder metaal heeft weer een ander effect. Dus als je tin hebt, dan kun je heel goed zien. Als je staal hebt, kun je dingen duwen. En het klinkt allemaal heel erg magisch en heel erg zweverig, maar het wordt zo goed uitgelegd dat het bijna wetenschappelijk aanvoelt. Zonder dat het nerdy en te vervelend wordt. En het is gewoon zo slim geschreven. En het deed niks voor lief. En het wordt, ja... Ik ben nog een beetje sprakeloos. Ik heb vandaag het derde boek uitgelezen. En echt een van de fijnste boekenreeksen die ik een hele lange tijd heb gelezen. En een hele aardige schrijver. Ik heb een persoonlijke felicitatie van Brandon Sanderson gekregen toen mijn eigen boek verscheen. Oh, echt waar? Via Twitter, ja. Oh, gaaf. Ja. En hoe heet het ook weer? Mistborn. Ik zou graag meer boeken willen lezen. Ja, maar ja, ik speel alleen maar Spelunky. Ja, maar daar heb ik een oplossing voor. Wat je gewoon moet doen, terwijl je Spelunky speelt, is een audioboek opzetten. Oh ja, 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 ja. Ja, en dan moet je aandacht verdelen en dan ga je of dood in Spelunky of... Ik ben net gezegd, dit is de slechtste oplossing die ik ooit bedacht of ooit gehoord heb. Het is toch fantastisch? Ja, nou ja, ik weet niet hoe Erwin in elkaar zit, maar als ik kan maar één ding tegelijk, sorry. Ja. Ik kan of een spelletje spelen, of ik kan een boek luisteren of ademhalen. Dat je al meer smaak hebt. Het hangt van het spel af. Maar ik heb gewoon tijdens het spelen van Final Fantasy XIV gewoon bij de gewoon wat simpelere, suffere level moment, als ik me even verveelde, heb ik dat boek opgezet en dat werkt gewoon. Dat maar een MMO, draait op de lagere hersenfuncties. Dat is niet iets waar je brein bij hoeft te houden. Ik heb hier echt voorbeelden van dat ik tv zit te kijken en dat mijn vriendin dan tegen mij schijnt te praten. Maar dat merk ik alleen maar uit het feit dat op een gegeven moment de toon boos wordt. Want de eerste dingen. Of dat er dan oogcontact gezocht wordt. Oh, dat heb ik ook. Sorry, want als ik ergens naar zit te kijken of ik zit iets te lezen, dan zit ik iets te kijken of iets te lezen. En dan hoor ik niks anders. Ik heb ook momenten, dan haak ik zeg maar middenin in. En dan heb ik iets van, moet ik nou gaan proberen te analyseren wat er is gezegd? Of moet ik gewoon maar even gaan zeggen, sorry, ik was er even niet helemaal bij. Kun je me nog een keer vertellen? Maar, ja. Ik zou willen dat ik me zo op iets kon concentreren. Ik kan nooit dingen afsluiten. Dat is dan meer mijn probleem. Maar goed, we dalen een beetje af. Gewoon, heb jij een gamebite? Ja, ja, ja. Het tweede hoofdstuk van de super toffe Japanse RPG Trails in the Sky is aangekondigd. Yes. Yes. Okay, Trails in the Sky verscheen oorspronkelijk in 2004 in Japan. Is in 2011 gelokaliseerd voor PSP. En heel goed. Dat was dus het eerste hoofdstuk. En ondanks het al een verschrikkelijk grote game is. Even ter vergelijking. Een Final Fantasy 12 heeft ongeveer 600.000 Japanse karakters die vertaald moesten worden. Trails in the Sky, het eerste hoofdstuk dus die uit is, had 1,6 miljoen Japanse karakters. En het tweede hoofdstuk maar liefst 3,2 miljoen. Dus een onafhankelijke localisatiestudio is al jaren bezig met de vertaling van. En eind 2014 hopen ze dat ze hem uit kunnen brengen. Oké. Okay. En Harry? Dat is vrij kort, maar ik ben dus begonnen met de nieuwe Zelda. Tenminste, de oude Zelda, moet ik zeggen. The Wind Waker. Ik ben hem dus aan het spelen. En iedere andere periode had ik het zo gaaf gevonden om dit te doen. Maar ik wil eigenlijk gewoon GTA spelen. Dus dat is embarrassment of riches, noemen ze dat in goed Nederlands. Ik heb hem nou ongeveer een uurtje gedaan en wat mij opvalt is wat iedereen eigenlijk al verwachtte is dat dit nou geen spel is wat een HD-conversie echt nodig had. Nee. Maar daar moet ik wel bij zeggen, het ziet er wel fenomenaal uit. Het springt echt van je scherm af. Het is zo'n fijn, kleurig, mooi vormgegeven spel wat ontzettend traag en saai begint.
Maar dat is iedere Zelda. Dat vergeet ik steeds. Want als ik aan Zelda terugdenk, dan denk ik altijd aan de baasgevechten. Of de puzzels in de dungeons. Of het moment dat je de boemerang krijgt. Of wat, maar iedere Zelda begint met 2,5 uur fucking breintergerende, bloed uit je oren druipende saaiheid. En ook Wind Waker. Dus ja, ik zal blij zijn als ik daar doorheen ben, zodat ik met de echte Zelda kan beginnen en dat het avontuur begint. Want de hele intro, van dat is eigenlijk een soort tutorial voor mensen die hun tweede hersencellen ook kwijt zijn. Weet je wel, van nu leer je na een half uur dat je een pot kan optillen en hem kapot kan gooien. Nu leer je hoe je met Z-targeting iemand kan aanspreken die hoger zit dan jij. Ja, kom op jongens. Mag ik alsjeblieft gewoon een zwaard en een schild en dingen kapot hakken? Maar verder is het wel heel leuk op Bas. Ja, ik zit hier echt met mijn tanden op elkaar. Want jij zit hier van, ja, ik wil eigenlijk gewoon GTA spelen. Terwijl ik hier de dagen zit af te tellen en jij je perskopie gewoon minder speelt. Ah. Nee, ik heb er heel erg zin in. Maar ja. Ah. Ja, ik heb nog een spel dat je vooral niet moet spelen. Kennen jullie Candy Box nog? Geen idee. Dat ja, ASCII webspelletje waar je dan snoepjes moet verzamelen en dan kun je op een gegeven moment automatiseren om meer snoepjes te verzamelen. Dat is het spel wat jij aan het spelen was toen wij aan het praten waren en dat jij gewoon niet meer naar de podcast aan het luisteren waren waar jij de gastheer was. Dat spelletje bedoel je? Ja. Nou, nu is er Cookie Clicker. Raad eens wat hij het afgelopen uur heeft gedaan, Harry. Nee, het heeft niet aangestaan. Nee, maar goed. Ik heb me heel lang voorgenomen. Ik ga dit niet openen. Dezelfde gezeik met cookies. En toen noemde iemand het op Twitter. Dankjewel, Maarten Morsijs. En toen heb ik het geopend. En toen sindsdien verzamel ik koekjes. En dan begin je met klikken en dan verzamel je koekjes. En dan kun je op een gegeven moment dingen kopen waarop klikken geautomatiseerd wordt. En dan koop je oma's en boerderijen. En mijnen en tijdmachines, dat je koekjes uit het verleden kan halen voordat ze opgegeten worden. En zo verzamel je heel veel koekjes. En dat gaat maar door, verder, sneller, sneller, zodat je weer duurdere dingen kunt kopen, waar weer meer koekjes mee verzameld kan worden. En op een gegeven moment heb ik nu 45 miljoen koekjes per seconde. En het wordt nu ook opgeslagen via een koekje op je computer. Nee. En dan kun je volgende dag gewoon weer verder. En het is verschrikkelijk. En dan moet je het vooral niet spelen. En 24 oktober komt Candy Box 2 uit. Wacht, krijg ik ook een waarschuwing? This website uses cookies. Maar Erwin, dit gebeurt altijd met jou. Ik bedoel, altijd zit je 300.000 uur in zo'n game. Het was ook met Pocket Plans was het zo. En God, met van alles. En Tiny Tower. En iedere keer zeg je weer van, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ik heb alles gehaald, hoor. Ik bedoel, waarom maak je die af? Waarom stop je niet? Waarom doe je jezelf dit aan? Ik heb een probleem. Ja, dat heb je, ja. Oh, ik kan me niet concentreren. Nou, hoe zou dat komen? Oké, dit is bij deze geen podcast meer, maar een interventie. Erwin, we willen dat je weet dat je niet alleen jezelf zeer doet, maar ons ook. Ik heb een afspraak voor je gemaakt en we verwachten dat je hem houdt. Wacht maar dat jullie cookie clicker open hebben in je browser. Wat is hij adres? Gaat niet meer weg. Wat is het adres? Ik geef je straks het adres. Of Google het maar, cookie clicker. Dat is een erge cookie dealer. Goed, Gwan, dankjewel voor het aanschrijven. Graag gedaan. En Harry en Bastiaan natuurlijk ook, dankjewel. Ja, graag gedaan. En bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dat is een cookie, hè? Ik ga het ook maar weer aanzetten. Stop! Turn it up again to the whole world.
vervelende aan de Nederlandse versie van het spel is dat je iedere keer voordat je een koekje daarin krijgt, dat je dan wel eerst moet aangeven dat je echt weet wat dat koekje inhoudt en dat het je privacy kan schenden. Dat is 400 miljoen keer. Ja. Ik zit trouwens, ik zit wel te oordelen, maar ik zit nu lekker Pocket Trains te spelen.